Vanavond de eerste in een reeks kunstenaarsportretten gemaakt door Jan Ketelaars. Dit in het kader van het Weekend van Vergeten Kunst. Dit zal ze aankomend weekend gaan afspelen op 19, 20 en 21 april verspreid door de gehele gemeente. 12 kunstenaars laten zich inspireren door 12 vergeten kunstwerken. Deze zullen alleen in het weekend zelf te zien zijn. Behalve het werk van Marijn Nielen. Zij heeft samen met 126 basisschoolleerlingen een eigen kunstwerk gemaakt, wat blijvend is. En dat zal op 19 april om 4 uur hier op deze plek worden geplaatst. Je kan een poppetje tekenen, een vrachtwagen, wat je ook wil. Maar dat is een beetje flauw. Je moet meestal weten waarom. Nou, jullie zijn uitgenodigd als goede tekenaars. Jullie zijn junior kunstenaars. En weet je wat jullie gaan maken? Nee. Een bij. En dan zie je hier het ontwerpje. Het is heel simpel, daar heb ik heus niet zo lang over nagedacht. Kijk. Dit zijn 6 hoeken. Dit is het ontwerp. En dan moeten wij nog een stuk kiezen wat voor Westbroek is. Deze is al gegeven. Aan de kern, die heet de beeld. En nou moeten we een stuk van deze bloem, die moeten we kiezen voor Westbroek. Dus we kunnen kiezen blauw, groen, oranje. Ik vind groene kan moet maar groen. Maar verder, wat vind je nou een leuke kleur voor Westbroek? Beetje oranje? Ja, die oranje. Oké. Toen dacht ik, we nemen keramiek. En keramiek is steen. Dat is gewoon hard. Dat is net zo hard als straatstenen. Hebben jullie wel eens een bij gezien? Ja. Ogen. Hoeveel? 2. Hoe groot? Fors, hè? Het middenstuk eindigt in een taille. Een wespentaille. Dat is niet zoals bij mij, maar is echt zo smal. En weet je waarom ze dat zo smal hebben, die wespen? Bijen, sorry. Omdat ze dan zo kunnen dansen. Zal ik even wat ophouden? Zo? Ja. De vleugels. Vleugels, hoeveel? 2. Mis. 4. Ja. En dan krijgen we het staartstuk. Dat is eigenlijk het grootste stuk. Nou ja, de poot, hè. 1, 2, 3, 4, 5. Ik wil even heel, heel slordig. Maar eigenlijk kan je er dus uit 3 delen, die poten, met een haakje. En dit papiertje teken je gewoon een bijtje. Zoals jij denkt, zo vind ik hem mooi. Als die klaar is, kom ik langs. Dus ik loop steeds rond. Ik kan ook jullie een beetje helpen en alles. En dan, als hij af is in potlood, krijg je van mij een zwarte stift. Dat is een dikke zwarte stift. En die gaan jullie die tekening nog een keer met dikke stift overtrekken. Dan kom ik weer langs, dan zet ik een rode lijn omheen. En binnen die rode lijn krijg je van mij een klein beetje klei. En het moet echt een klein koekje worden die gewoon de hele tekening verdwijnt. Maar dat geeft niet, want als het koekje er helemaal op zit en jullie zijn naar huis, dan trek ik hem er weer af. En dan zorg ik dat je tekening bewaard blijft. Dan heb je precies een koekje waar jouw tekening de volgende keer weer opgetekend kan worden. Als jullie straks weg zijn, maak ik jullie koekje, loop ik nog helemaal na. Zo. Een fleur. Dan ga ik dit erop smeren. Het is een soort kleipapje. Dat heet angobe. Deze koekjes blijven op deze school liggen. Ik heb dit laagje erop gedaan. Voor jullie. Kom je de volgende keer. Dan zijn ze van de tekening afgehaald. Zie je eigen tekening weer terug. En dan heb je zo'n geel koekje. En dat gele koekje is een klein beetje gekrompen. Thank you.
nu nog heel breekbaar, want het is nog niet gebakken. Pas als het gebakken is, dan kan je het gebruiken zoals je een bordje hebt of een kopje. Dan is het zo hoog gebakken, dan breekt het niet zo gauw. Net als een kopje. Maar nu is het nog heel bros. Weet je wat is gebeurd? Hij is al een beetje gekrompen. Want het water is er nu een beetje uit. Teken je gewoon even in. Ja. Zou ik eigenlijk net. Ja. Dan mag je wel eens proberen. Dan doe je, denk je van nou van daar tot daar haal ik wel. En dan doe je hop. Probeer het eens. Hier durf je het ook wel een beetje. Ja, maar kan je het ook hier een beetje bij zien? De pootjes. Ik zie het heel goed. Ik zie gewoon 1, 2, 3, 4. Hier zie ik er 2 poten, hier zie ik er 3. Ja, en die zitten achter. Oh, die doet er nog bij. Nee, dat is heel goed te zien. Ja. Nee, dat is goed te zien hoor. Welk nummer heb jij? Zal ik jou een nummer geven? Onthouden? 5. Ja. Ja? Nou, boven op het terrasje, dat is niet zo groot hoor, zo groot als tussen ons, staat een mevrouw of een meneer en die helpt jou om je puzzelstukje in het werk te leggen. En in elke steen maak ik een kleine holte en dan past jouw bij precies in het kunstwerk. Dus op die dag zelf maken we het kunstwerk met z'n allen gewoon af. Kunstenares José ten Haven werkt met glas. Zij heeft zich laten inspireren voor het project Vergeten Kunst door het beeld van Ton Patiste in het Van Boetselaarpark in De Bilt. Verlichting. En ik ontwerp zeg maar op aanvraag, zeg maar dat je voor een klant gaat kijken, dat je op bezoek gaat en kijkt in de ruimte wat daar geschikt is om op te hangen. En hoe meer ruimte ik weer van de klant krijg, hoe ruimer ik weer kan zijn in mijn ontwerpen of in mijn creativiteit. Ik heb gekozen voor een beeld in het Van Boetselaarpark en dat is een beeld van A.P. Patiste. Een beeldje wat qua vorm heel bijzonder is. Je ziet daar zijn art deco vormen, Amsterdamse schoolvormen, geabstraheerde vormen. Dus je weet ook, je kunt echt niet zien of er iets van een diervorm in zit of een mensvorm in zit. Er zitten echt heel erg sterk geabstraheerde vormen. En ze zijn dus driedimensionaal, wat ook heel bijzonder is. Ik vind het alleen maar een heel intrigerend beeldje, wat ergens in een hoekje staat. Bijna niemand kent het ook. Wat ik bedacht heb, is omdat die vormentaal van dat beeld zo intrigerend is, is dat ik dus van het driedimensionale beeld de vormen heb omgezet in tweedimensionaal. Ik werk ook vanuit het bedrijf veel met glas. Vindt glasbrokken iets heel intrigerends. En het glas is ook weer een stukje van, behalve dat het een intrigerend iets is,
hoort het ook weer eigenlijk bij de vijver, waarbij het beeld staat dicht bij de vijver. Dus het glas en het water heeft ook weer een verbinding. Zo'n vlak. En dit vlak en deze. En die komen een soort van in de ruimte. Dus staan een beetje schuin. We krijgen een vormentaal ten opzichte van elkaar. De een komt zo, de ander komt zo. En de andere komt weer zo te staan. Zulke glasbrokken zoals die hier liggen, deze, die komen dan weer in een epoxyhars te liggen, zodat het transparant blijft. Dat het lijkt alsof het weer in het water ligt. Zeg maar, je vangt eigenlijk weer het glas in een transparant laag, waardoor je het een soort stolling van glas in water. Dus dat, ja. En als je de zon doorschijnt, is het heel interessant. Maar dit stukje gaat nog onder in de grond. Hè. Er komen pennen aan. En dit stuk gaat in de aarde voor de stevigheid. Hè. Zeg maar, de hele vorm moet ook weer uit de mal kunnen komen. Dus we moeten de sleuven in. Gaan de pennen erin en dan wordt weer een systeem bedacht om die pennen even vast te zetten. Kan er de pen in met een systeempje met carrosserieringen. En meer een plaatje. Hier wordt die ingegoten in het epoxy en dan steekt hij nog gewoon iets van 60 centimeter uit. Dit is een proefstukje met die glasbrokken. Het is, hier zit ook het epoxyhars. Hier zie je ook van, deze is aan de achterkant nog wel mat. Maar aan de voorkant zie je van, dan zie je echt zo dat waterelement. Dat zie je echt zo van, alsof het gevangen is in water. Dus dat is ook een heel mooi effect geeft dat. In Rusland heb je fabrieken die glasovens hebben die waanzinnig groot zijn geweest. Die dan misschien potjes, wekpotjes of wat dan ook voor een glas hebben geproduceerd. En die zijn al jarenlang stilgelegd. En dan is er als een zwembad, zo grote bassins staan vol met glas. En wat daar mensen doen, die gaan met een drillboor die glasbrokken eruit halen. En meestal zijn deze heel lichtgroen. Maar deze, wie ik gekozen heb, is een beetje rookkleurig. Wat dan ook weer, had ook wel met de maat te maken. Maar ook wel weer een beetje met het beeld. Omdat dat beeld is eigenlijk een... mij doet het het meest denken aan de Amsterdamse schoolstijl. Dus, ik denk dat het rond die tijd ook gemaakt is. En dat was altijd zo'n donkere eikenhouten tijd. En vond ik eigenlijk gewoon zo'n kleur er weer beter bij passen. Het heeft en ook een beetje bij het steen van het beeld. Overal kruipt dadelijk net als water dus het epoxy tussen. Dat lijkt dan toch al veel meer als wat er nu zo op het oog zo eruit komt. Het lijkt heel dicht, maar dat is het niet. Kun je hem houden? Transparante wil ik te graag inhouden. Want de epoxy is eigenlijk een bindmiddel wat zo transparant is. Wat ik weer een mooi element vind. Dat heeft dus weer te maken met die vijver. En sowieso van het transparante wat je nog weer een keertje in een epoxy hebt en in het glas hebt. Vind ik een mooie combinatie, een spannende combinatie.
Dit waren de eerste twee portretten van Jan Ketelaers. Morgen Truus van Heuvel en Bob van der Putten. Vanaf 7 uur bij Regio TV De Beeld. Kijken dus!